Heb je print- en mediabedrijf en wil je weten welke businessmodel je kan gebruiken? Kijk dan verder. Hi, welkom. In deze video ga ik je laten zien welke businessmodel jouw print- en mediabedrijf kan gebruiken. Ik ga je laten zien hoe je deze in jouw voordeel kan gebruiken. Heb je vragen hierover? Neem gerust contact met me op. Ben je nieuw bij deze kanaal? Vergeet niet te abonneren. Laten we maar beginnen. Voordat we gaan beginnen ga ik je twee situaties laten zien, zodat je een beeld hebt wat ik precies bedoel. Deze twee situaties worden gebruikt door traditionele mediabedrijven. Met mediabedrijven bedoel ik puur reclame- en marketingbedrijven. En met printbedrijven bedoel ik puur gewoon het printbedrijf om de hoek, waarbij je gewoon binnenloopt en gewoon vraagt of je iets kan printen of ze jou erbij kunnen helpen. Dus laten we maar beginnen. We beginnen eerst met mediabedrijven. Dus bij mediabedrijven is het gewoon zo. Je hebt een bedrijf. En zij krijgen vaak klanten binnen door als een klant iets nodig heeft. Dus dan komt de klant naar hen toe. En vervolgens maken zij een campagne. Of doen zij gewoon een onderzoek. Of adviseren zij. Of het ligt eraan welke diensten ze verlenen. En in ruil daarvoor krijgen ze een bepaald bedrag binnen. Dus zo werkt het in de praktijk. En dus je ruilt je dienst voor geld. Dus als een transactie. Het binnenhalen van klanten is vaak bij een marketingbureau heel moeilijk. Dit komt puur omdat er zijn heel veel mensen die een marketingbureau kunnen beginnen. En plus heel veel dingen worden makkelijk. Dus wat doen bedrijven? De meeste bedrijven die hebben een team samengesteld. En die team die gaat dat gewoon de marketingafdeling gewoon doen. Dus meestal verstaan ze onder marketing gewoon de sociale media bijhouden, iets posten, soms een campagne voeren en dat zit. Daarom heb je online heel vaak van die waardeloze campagne. Eerlijk, zeg gewoon waardeloos, werkt gewoon niet. Wat heel veel mensen niet beseffen is op social media iets promoten werkt vaak niet. En het is gewoon zonde van je geld. Het beste wat je kan doen is gewoon via Google. En want als mensen iets zoeken via Google, dan hebben ze iets nodig. Dus daarom is het best om te zoeken, om te promoten of in ieder geval te adverteren via Google. Maar in ieder geval, zo werkt het nu. Dus dat is de eerste situatie. Bij printbedrijven heb je gewoon een bedrijf die print. En vaak is dat lokaal geregeld. Dus stel je voor, in regio A heb je een aantal bedrijven die printen. Dus je kan gewoon daar binnenlopen, USB geven en dan kunnen ze gewoon voor jou printen. Soms heb je foto nodig, kunnen ze op foto printen, soms helemaal niet. En dat is wel jammer. Maar in ieder geval, zij printen on demand. Problemen die deze bedrijven hebben is 1. Inloop. Je bent afhankelijk van de inloop en locatie en vaak is dat te weinig. En de kosten die blijven gewoon oplopen. Dus dat is ook zoiets waar ze rekening moet houden. Ander probleem is, ze hebben geen passief inkomen. Zullen we dat houden? Dus dat houdt in dat ze hoeven niks te doen en geld binnen te krijgen. Dat hebben ze niet terwijl ze dit heel makkelijk kunnen realiseren. Ik heb een aantal klanten gehad waarbij zij mij lieten zien hoe zij dit gewoon combineren op lokaal niveau. Waardoor ze alsnog veel geld kunnen krijgen. Dus dat is wel heel mooi om te zien. En even terug naar het marketingteam. Als jij een marketingteam gaat samenstellen, dan is het belangrijk dat jij 3 mensen hebt. En een IT-guy. IT-guy heb je altijd nodig. Je hebt een copywriter lawyer nodig. Of in ieder geval een copywriter legal persoon. En dat houdt gewoon in dat iemand gewoon naar de teksten van je campagne kan kijken. Of het juridisch wel klopt. Of het juridisch wel mag. Of het wel oké is. Daarnaast heb je een designer nodig. Een designer die moet je vertellen of iets wat voor gevoel campagne geeft, of in ieder geval of de design goed is, geeft het een koud gevoel, geeft het een warm gevoel, trekt het wel mensen aan, welke kleuren gebruik je, past het wel met je huismerk. Daarom heb je een designer nodig. En daarnaast heb je copywriter nodig. Je hebt een copywriter nodig en die copywriter die moet jouw boodschap zo naar voren brengen dat het overeenkomt met de design en of het juridisch wel klopt. En vaak kunnen de meeste copywriters dat heel goed doen. En deze 3 heb je sowieso nodig in jouw team. Daarnaast heb je een IT-guy nodig. En deze IT-guy die gaat je helpen om dit
te verspreiden in de wereld. Dus dat kan gewoon via social media zijn, maar dat kan ook via verschillende platformen. Maar ook hoe je bijvoorbeeld Google advertenties moet gebruiken of wat dan ook. In ieder geval, je marketing moet sowieso bestaan uit deze drie mensen en een IT-guy. Zo zijn we het. Ja. Dus laten we teruggaan. Ik ga je nu even het businessmodel laten zien, zodat je een beeld hebt van wat ik precies bedoel. En ik ga even deze businessmodel met je bespreken. Dit is het businessmodel. Dit is model nummer 3. Ik ben niet zo origineel met namen, dus ik noem ze allemaal 1, 2, 3, 4. Dus commerciële bedrijven, dus marketingbureaus, die werken zo. Ze moeten klanten binnenhalen. En als ze een klant binnenhalen, dan is het vaak heel moeilijk. Want zoals je hier kan zien, moeten ze klant binnenhalen. Het is niet dat klanten naar je toe komen. En vaak, als het gaat om een campagne van 8.000, 25.000, dan denken mensen twee keer na voordat ze de offerte ondertekenen. Dus het beste wat je kan doen is zorgen dat mensen al vertrouwen bij je hebben. Dus dat mensen jou al gezien hebben. Dus hoe kan je dit het beste doen? Door samen te werken met printbedrijven. Of in ieder geval door een printbedrijf te hebben. Of printbedrijven moeten samenwerken met jou. Dat kan ook. Maar in ieder geval, als je commerciële partners hebt. En hier bedoel ik met commerciële partners. Als je een team gaat samenstellen. Als je marketeer bent en je hebt geen team. Zorg dat je deze drie hebt. Dus in jouw team. Dus commerciële partners. En als je deze hebt. Zorg dat je een printbedrijf hebt als partner als je dat nog niet hebt. Ja, als jij dit bent en je hebt geen printbedrijf, dan is het handig dat je samen gaat werken met een printbedrijf. Want alleen dan werkt dit businessmodel. Ja, we beginnen eens met onderstanden. Stel je voor je bent een printbedrijf en je faciliteert jouw printers in lokale publieke ruimtes. En mensen maken gebruik daarvan. Dan zie je dat mensen gewoon jouw brand zien. En het voordeel daarvan is, je werkt samen met publieke organen en die mensen die jou kennen, hebben al vertrouwen in jou. Want ze hebben jou een keer gezien, ze hebben al een keer gebruik gemaakt van jouw service. Dus daarom is faciliteren heel belangrijk. Voor andere mediabedrijven, als je gaat samenwerken met deze partijen, dan heb je al vertrouwen geboost. Iemand die bijvoorbeeld bij de bibliotheek komt, bij ons is dat Rosette. En Rosette is een bibliotheek, maar daarbeneden heb je restaurant, maar los van dat, daar hebben ze ook printers zitten. Stel je voor, je bent een printbedrijf en jouw printers staan hier en ik zie telkens jouw printer. Hé, ik kan hier printen, dat is van dat bedrijf. Hey, je werkt samen met het publieke bedrijf en ik zie wat hier gebeurt. Het mooiste daarvan is dat wanneer jij bepaalde klanten probeert te benaderen die wel eens hier is geweest, en ze zeggen dat ze daar is geweest, dan kan je zeggen van, hé, wij faciliteren, wij werken samen met het bedrijf. Kijk, het mooiste hiervan is, je werkt met het publieke orgaan en het vertrouwen is er al. En het wordt ook makkelijk om zaken te doen. Vandaar het vertrouwenproduct en vertrouwenadvies. En vaak kijken mensen ook naar reviews online of wat dan ook, wat er is gezegd over bepaalde bedrijven. Dus dat kan je ook meenemen. Het mooiste van is, wanneer je een systeem hebt, dat hadden die klanten van mij, waarbij de klanten gewoon hun campagne kunnen invoeren en vervolgens krijgen ze feedback van hun marketingteam. En die feedback kunnen ze gewoon gebruiken, maar daarnaast kunnen ze ook zeggen van, weet je wat, dat laat ik gewoon aan jou over. Kijk, het wordt ook makkelijk om deals te sluiten en een deal van 8.000 euro of 50.000 wordt niet snel gemaakt. Je moet soms best wel veel moeite doen. Het is hier gewoon belangrijk dat ze gewoon een campagne kunnen achterlaten. Doe je gewoon één keer eenmalig gewoon een snelle review. En aan de hand van dat kan je bijvoorbeeld jouw diensten verkopen. Dus dan wordt het ook makkelijk om het te verkopen, want ze hebben al vertrouwen bij jou opgebouwd. En plus je laat wel zien wie je klantenkring zijn. Dus en dan wordt het ook makkelijk om bepaalde services te verkopen en dan hoef je jouw prijs niet uit te leggen. Vandaar dat dit belangrijk is, dus dat je klanten bepaalde reviews achterlaten. En je hebt hier te maken met B2B's. En ik zou niet richten op consumenten of startende bedrijven, want meestal hebben ze de cashflow er niet voor. En meestal hebben ze gewoon één iemand die eigenlijk alles doet. Het belangrijke hierbij is dat je je kanalen up-to-date houdt. Dus met andere woorden, de regelmatig dingen posten, tips geven, zodat mensen dat kunnen gebruiken. De kosten die je bij dit businessmodel hebt, is gewoon faciliteitkosten. Als je deze twee samenvoegt, dan is het gewoon faciliteitkosten. En je kan die kosten besparen door samen te werken met andere bedrijven. En daarnaast moet je ook nog content plaatsen, dus maken van content en het plaatsen ervan. En je moet ook de kosten betalen voor online vindbaar, dus als je gevonden wordt.
hoe krijg je geld binnen? Nou, faciliteitkosten voor de publieke organen die gebruik maken van jouw producten. Dus denk met printers en zo. En ook nog de commissies die klanten betalen. Of in ieder geval die klanten betalen voor jouw dienstverlening. Dit businessmodel is puur bedoeld voor traditionele mediabedrijven en printbedrijven. Dus die kunnen gewoon dit gebruiken, vooral als ze samenwerken op dit gebied. Dit zorgt ervoor dat jij een voorsprong hebt ten opzichte van andere klanten die je gewoon op traditionele wijze doet, gewoon mensen online binnenkrijgen of in ieder geval voor koopraadjes of wat dan ook. Het begint allemaal standaard te worden en op een gegeven moment gaat het niet meer werken. Kijk, ik hou van ondernemers met passie en ideeën, maar het is soms voor mij vermoeiend om te zien als een idee verloren gaat. Het is belangrijk dat een business een businessmodel heeft, want als geld op is, dan is het geld op. Wanneer het geld op is, dan is het gewoon game over. Gebruik deze businessmodel in jouw voordeel. Heb je vragen hierover? Neem gerust contact met me op. Ben je nieuw bij deze kanaal? Vergeet niet te abonneren en deze video te liken. In de volgende video gaan we businessmodel 4 bespreken. Tot in de volgende video.